Dit is de frenesie. Het dicht al dat lepel lekt, waan die dat ik ben vergekt, en dat ik ook niet dicht en maken desnacht als ik niet aan vaken, menigeen als hij slaapt, zijn ers her de wiede gaapt en de blaast als een boziende. Ja, dat zijn de eerste paar regels van het gedicht Dit is de frenesie, oftewel dit is de krankzinnigheid, of wat een waanzin, of dit is de waanzin. Het kan een aanwijzing zijn, dit is de vriend, dit is de waanzin. Maar het kan misschien ook een uitroep zijn, wat een waanzin, wat een krankzinnigheid. Dat zou het kunnen zijn en dat is een soort, waarschijnlijk een soort theatermonoloog. In ieder geval is het een monoloog, iemand vertelt iets. En waarschijnlijk is het zo dat dit op de plank is gebracht, of tussen de schuifdeuren. Klein theatertje, misschien ergens op zolder, misschien in het openbaar op een plein, dat weten we niet. Maar het is wel degelijk een voordrachtstekst, dat is duidelijk. Wie het geschreven heeft, onbekend. Wanneer het geschreven is, onbekend. Ongeveer 1325. Dat het een oude tekst is, dat is zeker. En dat het dus een van de eerste cabaretteksten is, dat is eigenlijk ook wel zeker. En er zitten in het begin meteen een paar grappige dingetjes in. Je moet er wat induiken om de grap te herkennen, maar het is het openen lijkt ook een klein beetje op zo'n begin als van Beatrice. Van dichter kom je kleine baten, de lieden raden me dat ik het laat. Gedichten schrijven of literatuur schrijven levert me zo weinig op, de mensen raden me het af om het te doen. En hier begint hij met het dicht al dat lepel lekt. Dus hij begint, iedereen die met een lepel kan eten, die schrijft tegenwoordig maar gedichten. Hè, met iedereen. En ben ik nou maar gek geworden? Of hoe zit dat? Ik kan toch ook gedichten schrijven, 's nachts als ik wakker lig. En dan maakt hij meteen een hele rare gedachtensprong. Maar dat is toen in de literatuur van toen toch normaal, rare gedachtensprongen. Het gaat eigenlijk over inspiratie en expiratie. En inspiratie is dat je dus geïnspireerd raakt, hè, dat je inspiratie krijgt. Maar hij heeft het meteen erover dat hij 's nachts, dus als hij wakker is, kan gaan dichten. En anderen, als zij 's nachts wakker zijn, dan zetten zij hun aars wijd open en dan blazen ze als een trompet. En zo makkelijk is het dus om gedichten te schrijven. Je moet dus niet alleen inspiratie hebben, het moet er ook weer uitkomen. Dus het is inblazen, hè. Inspireren betekent binnenblazen. En expiratie is uitblazen. Dus je moet dat wat je als inspiratie binnenkrijgt, moet je ook weer eruit loslaten. Wat binnengeblazen wordt, wordt eruit geblazen. En dan krijg je een heel verhaal van een man die in Parijs zit en hij is daar een oudere student. Hij heeft het over dat hij grijze haren heeft, maar dat vind ik een beetje hyperbol. Zo oud is hij nog niet. En hij denkt bij zichzelf, wat moet ik nou doen? Moet ik nou doorgaan studeren? En die studie wil niet heel erg goed lukken. Of moet ik terug naar huis en daar dan maar wat geld gaan verdienen? Als ik nou doorgaan studeren, zo fantaseert hij, dan word ik misschien wel paus. En dan word ik wel heel erg rijk. Want dat is waar het om gaat in het leven, zegt hij. Rijk worden. Latijn leren heb je helemaal niks aan. Je kunt beter een zak met geld hebben dan een zak met Latijn tot je beschikking. En zo zit hij dan te dubben en ineens komt er iemand achter hem. Hij zit dus blijkbaar op een bed. Er zijn geen regieaanwijzingen, maar het blijkt dus dat hij op zijn bed zit. En dan achter hem komt ineens een vrouw omhoog en die begint tegen hem in het Frans te praten. En dat blijkt een prostituee te zijn. En hij zegt, bla 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 bla, ik begrijp het wel en ik begrijp het niet. Ik begrijp wat je zegt hoor, want je praat Frans en dat kan ik natuurlijk ook wel. En tegelijkertijd maakt hij ook, spot hij ermee dat hij het niet begrijpt, want het is Frans. En het is dus, hè, dat stukje is dus ook onduidelijk. En dat is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zit er nou daadwerkelijk iemand achter hem? En dat maakt het dan eens tot een dialoog, de ding. Dus je kunt je voorstellen dat je een podiumpje maakt met een bed erop en een deken. En daar ligt dan iemand onder zonder dat het publiek het ziet. En hij gaat dan voorzitten. En dan springt ineens iemand op. Dat is een leuk schrik-effect. Maar het is ook mogelijk dat je tot een monoloog behoudt en dat je een soort gesproken decor krijgt. Dat hij dus helemaal niet toegesproken wordt, maar dat hij dat zelf doet. Je kunt je voorstellen dat zo'n acteur dan omdraait en zegt, wat zeg jij nou toch weer? Hè? Je denkt, met je koeterwaals, met je rare Frans dat je praat. Dat is ook natuurlijk een raar effect. En ik denk zelf eigenlijk dat het meest voor de hand liggend is, omdat het met dat omdraaien zit. Dat inspireren en expireren. Dus hij krijgt dus inspiratie en de andere mensen zitten dat uit hun aars te blazen. En die vrouw, die prostituee, die ligt natuurlijk niet echt
letterlijk daar, dat wordt allemaal gespeeld. En dat is denk ik dan het humoristische effect. Want het is helaas, is het niet, het eindigt heel erg abrupt. Dus het laatste blad is ook weg. Of misschien wel het ene laatste blad. Het houdt op een gegeven moment op. En de laatste regel, de laatste regels zijn, mij dunkt, altijd dat ik riede, als er nu eens langs, als er nu eens dwers, opeens graus, monks, ers. Dus de ene keer geeft hij seks op de juiste manier, en de andere keer op de dwarse manier, zoals je hebt in de aars van een grijze monnik. En hoe het dan verder afloopt, ja, dat weten we niet.